van waar komen die en hoe kunnen we die mensen screenen? Twee dingen dat belangrijk zijn om te weten. Ten eerste, voor een jaar gebeurde er eigenlijk geen screening van asielzoekers. Wij kennen ondertussen 30 jaar asielbeleid in België en er gebeurde eigenlijk geen of nauwelijks screening. Dus de laatste 8 maanden, dat is ook niet echt geruststellend, hè? Want ik zie hier al die gezichten zo, oh my god. Ik had niet gezegd dat ik met een goed gevoel naar huis ging gaan. Er stond toch niet op je flyer over, hè? Dus sinds 8 maanden gebeurde een goede screening, kan ik zeggen. 4 screenings. Ten eerste, dienst vreemdelingenzaken die kijkt, op basis van vingerafdrukken en biometrische gegevens kijkt, ja, is die al gekend in een ander Europees land.